Hallo, welkom bij Kutmannen. Ik ben Bappie. En ik ben Jason. En vandaag gaan we praten over hoe je naam kiest. Je naam. Ik denk dat... Is dat het meest stressvolle voor de transpersoon? Kan, zeker. Heel veel mensen switchen ook nog een beetje in de eerste periodes, toch? Dat sowieso. Which is oké, trouwens. Ja, je mag switchen zo vaak je wilt. Maar wat is de juiste tip als je naam hebt? Je rolt uit de kast. Iedereen zegt, nice, goed gedaan. Of niet nice, niet zo goed gedaan. Mm. Maar ja, heel veel mensen hebben hun naam al klaarstaan. Hebben over zitten brouwen en weten gelijk van, ik doe dit. Sommige mensen kunnen nog samen met hun ouders beslissen, ja. Bijvoorbeeld. En sommigen worden het wild gegooid in een namenpretpark. En zoek maar uit wat de fuck er aan de hand is. Mm. Hoe ben jij erop gekomen? Nou, mijn oude namen zijn Engels / van Ierse kom af, zeg maar. Ik niet, mijn namen wel. En ik vond het wel tof om iets weer ook in diezelfde vibe te hebben, zeg maar. Dus ook iets Engels klinkend. En ik weet niet zo goed waarom, maar ik voelde wel iets met een J. En toen heb ik met een vriendin van mij een beetje gewoon naam opgezocht. Weet je, van die babynaam generator dingen met J en dan Engels invoeren. Ja. En toen kwamen er vier of vijf opties uit. En daar zat ik een beetje van, oké, wat voel ik, zeg maar. En toen heb ik ook gevraagd om mensen me zo te laten noemen. Mm-hmm. En waar ik het snelst ook op reageerde en wat gewoon fijn voelde. En dat klikte en toen heb ik het gewoon zo gelaten. Dus misschien 2 weken over gedaan. Maar het is sneller dan een gemiddelde transpersoon, ik lees online. Ja. Heb je de Starbucks test gedaan? Ik zie zo vaak die meme voorbij komen, de Starbucks test. Maar het is wel goed goeie though. Ja, ik kan het wel. Doen. Voor de mensen die weten wat de Starbucks test is. Het is het idee dat als je niet precies weet welke naam je wilt kiezen, dat je naar Starbucks gaat. Veel te veel geld uitgeven voor de koffie. En dat je dat soort van laat roepen. En als je denkt van oké, dit doet het voor mij. Ja. Dan weet je het. Want kijk, je familie kan je wel bijvoorbeeld elke dag Ethan noemen. En dan ben je like, oké, cool. Maar als een wildvreemde doet, hoe voelt dat voor jou? Ja. Voel je dan meer geroepen? En dat is toch net een beetje anders. Als jij naar Starbucks gaat en een beetje te veel betaalt voor latte macchiato. En diegene die roept dan, hey Ethan. En jij denkt, oef, dit voelt hem wel. Hey, nice. Dan ben je best wel binnen. Ja. Dat is super chill. I mean, jij Gross. En ik hebben allebei officieel ook ons naam niet gewijzigd, toch? Nee, ik heb mijn ID nog niet gewijzigd. En ik denk, voor lange tijd heb ik het gedaan om de conducteur te trollen. Maar dat komt omdat ik een passing privilege heb. En ik hou van om mensen te fucken met veilig trans ben. Dus dat is mijn issue. Maar terug naar de tips over trans. Mm. Hey, daar zit je. Je weet niet wat je naam wordt. Mm-hmm. De Starbucks tip, als je het geld hebt, is zeker heel fijn. Ja. Baby name generator is zeker heel fijn. Dat is wel een ding ook. Heb je ouders die heel chill zijn en met je hele transitie? Mm. Misschien met hun bespreken van, hey, als ik geboren was. Ja, tuurlijk. Als de gender die ik had moeten zijn. Of sommigen wat dan ook. Samen met hun ouders een naam bedacht. Omdat het dan wat fijner voelt dat je toch weer een beetje samen hebt gedaan of zo. Ja. Omdat sommige ouders zitten er gewoon mee van, ja, maar ik heb je naam bedacht toen en nu kan ik dat niet meer. Dus als je chille ouders hebt, kan je het ook samen met hun bedenken. Wat zeker. Goed voelt. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat het fijn voelt voor jou. Ja. Jij moet de rest van je leven, zeg maar, met die naam doen. Hoeft niet, je kan nog vaak verwisselen. Wow, maakt niet stress. Nee, om en nabij bedoel ik. Ja. Maar op bijvoorbeeld je ID of zo, die ga je niet onder maand wijzigen als je het eenmaal officieel hebt gedaan. Nee, het is koud duur, dus dat is zeker niet. Maar je kan altijd gewoon switchen als je denkt, dat is toch niet zo chill. Daarom. Dus dat zijn de beste tips. Wat fijn voelt voor jou. Ja. Mijn persoonlijke dingen, dus ga niet te wild abstract. En ik weet, ik heet Bappie. Dus wie ben ik om dat te zeggen? Maar je hebt wel van die mensen die zeggen van, oké, wel, ik noem mezelf nu Jackson met 3x'en, 5k's en een O, maar dan met zo'n IKEA-strepen doorheen. Ja. En ook wel edgy en vet natuurlijk. Heel cool, heel vet, maar dan moet je te vaak gaan uitleggen waarom je naam zo is. Sure. En dan moet je zelf een paar keer bijvoorbeeld de auto als je dit wilt, of dan moet je een leugen heen. Want heel vaak zeggen mensen, joh, waarom heet je Bappie? Dat is een rare naam. Mm-hmm. En nu zeg ik dat Surinaams moet bemoeien met je eigen zaken. Maar Bappie is wel soms een struikelblok naam. Fair. Omdat mensen daar gaan vragen. Kijk, ik ben die dysforisch. Ik ben gewoon ik ben trans en mijn zusje zo genoemd. Mm. En dat is chill. Maar als je wel een naam hebt verzonnen dat je denkt van, het voelt goed voor me, maar het is een heel abstracte naam. Mm. Wees ook bereid die misschien een paar keer moet gaan uitleggen van, wow, uit alle keuzes die er zijn. Maar als je er oké mee bent. Als je er oké mee bent, zeker doen. En ga niet namen kiezen die heel erg buiten die abstract zitten. Want ik heb ook een paar keer gehoord, maar misschien niet waar. Voor die mensen die een beetje te veel van anime houden en dan kiezen ze voor een Japanse naam terwijl ze ultra wit zijn. Ja. Like, als je trans bent en je noemt zelf Naruto, bespreek dit even met jezelf. Ik ben blij dat je houdt van anime, maar take a step back, baby. Ik kan niet met jou. Denk ook een beetje na over Andermans cultuur. Als jij zelf eens Lunar Moon Baby wilt noemen en je hebt geen indigenous bloed in je zitten. Doe het niet.
Wees respectvol van de cultuur. Naruto de transman. Sorry, wat wil je zeggen? Het spijt me echt. Oh ja, dat wou ik nog zeggen. Ja. Dat, zeg maar, heb jij ooit al wel eens die, die transopmerking kunnen maken waarmee je jezelf dus wel out? Want daar zit ik altijd in dubio. Als mensen zeggen, leuke naam, en ik zit in mijn hoofd, doe het niet, doe het niet, doe het niet. En dan zeg ik alsnog, thanks, zelf gekozen, fuck. En dan zie je eens kijken. Nee, want ik heb niet zelf kunnen kiezen. Ik zeg altijd thanks, ik heb het van een baby. Oh ja, fair. Maar ik poel die wel eens, want ik vind het gewoon leuk om cis mensen een beetje... Ik vind dat wel grappig. Ja, ja, maar dan zie je eens kijken van... En dan loop ik weg. Lop dat. Nee, ik heb het van een baby, is mijn antwoord. Wat ook lijp is. Ik denk dat het allebei met mijn vrienden bedacht. Oké, okay, nice. Dat was een goede aflevering. Zeker. Doei Naruto de transman. Thanks voor het kijken naar deze video van Kutmannen. Alles in het scherm is klikbaar. Wil je nou toevallig meer van ons zien? Abonneer dan op ons YouTube kanaal. Volg ons op Instagram en like ons op Facebook. Steun ons op Patreon en kunnen allemaal mooie dingen doen zoals meer binder giveaways. En daarbij, als je zegt van hey, ik kan jullie per maand steunen, dan heb ik ook een donatielink onderin. En dan kun je ons gewoon geld geven en je zin in hebt. Bedankt voor het kijken weer en tot de volgende keer. Doei. Later. Hou van je.